oh, Leon Ubisoft hier. En vandaag iets super cools. We hebben hem eindelijk binnen. Ik ben er intens blij mee. We hebben hem namelijk binnen. De limited edition van Splinter Cell Conviction. Die ik voor jullie nu even zal laten zien. Om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal in zit. Want dit is nou een game waar ik persoonlijk heel lang op zit te wachten. Oké. Laat ons eens even kijken wat hier allemaal in zit. Ja, het eerste wat al gelijk opvalt. Het is wel leuk, als ik ga dus een al. Is de figurine van Sam. Nou, het komt of niet, het staat al super vet in je gamekast of op je tafel of op je schouw kan ook nog. Super vet. Okay. Een mooi moment. Een nieuwe figurine voor mijn collectie. En daar hebben we Sam. En dan een mooi zwarte box steelcase. Laten we die eens open gaan maken. In dit geval. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we hem even openmaken. Oh. Oeh. Nou ja, uiteraard de game. Zover kwamen jullie wel, maar wat hebben we er nog meer bij zitten? De manual, of course. Nou, weet je, dit kennen jullie wel. Dan moet je gewoon lekker thuis doorlezen wanneer jullie hem hebben. Maar ook exclusieve content. Nieuwe wapens om nog meer vijanden mee af te schieten. En codes die ik jullie niet ga laten zien. Dus ik ga dit ding niet omdrijven. Dat jullie het beeld gaan stilzetten en de code gaan invoeren. Meer. Voor alle liefhebbers van de Ghost Recon Future Soldier, hiermee kan je inschrijven om de open beta gratis te downloaden en te kunnen spelen en daarmee je feedback te kunnen geven. Ook super vet. Maar wat hebben we nog meer? Ja, uiteraard de game. En de officiële soundtrack. Gedrukt op een cd'tje zoals het net lijkt op mijn plaat. Ik zou hem niet in je platenspeler doen, gewoon in je cd-speler. Weet je wat heel erg cool is? Iets wat ik wel heb en jullie niet. Wacht. Zien jullie dit? Wacht. De real life version. Be like Sam. Ja. Aangezien ik in een goede bui ben vandaag, gaan we deze gewoon weggeven. En hoe we die prijs gaan weggeven, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je ons gewoon moet volgen op Twitter en dat we hem daar gaan weggeven. Wat denk jij, cameraman? Knik maar ja. Ja, en met dit heb je toch wel een super deluxe limited edition van Splinter Cell Conviction.